Priamus is ook, net als al die anderen, een bekend figuurtje uit de Trojaanse Oorlog. Dat komt omdat hij de machtige koning was van de stadstaat Troje. Een stad gelegen aan de Hellespont die de hele handel daar controleerde richting de Zwarte Zee. En enorm rijk en machtig was. Denk ook maar aan die muren die zijn gebouwd door Poseidon en door Apollo. En er was nog nooit een vijandelijk leger doorgeraakt. Dus eigenlijk aan de start van de Ilias was Priamus. Uitgebeeld als de machtige, trotse koning die fier is op zijn stad. Maar doorheen de Trojaanse oorlog, doorheen die tien jaar aan oorlog, waarbij daar heel veel van zijn zonen stierven, want volgens overlevering had Priamus zelfs vijftig zonen, en heel veel zijn er gesneuveld doorheen de Trojaanse oorlog, werd hij steeds maar ouder en ouder en ouder. En zijn eigen zonen die namen wat meer de leiding over, dus die kwijnden langzaam aan de weg. Dat hij zag dat zijn geliefde zonen en zijn geliefde stad leden onder die lange oorlog tegen de Grieken. Het toppunt of het dieptepunt daarin was het moment dat zijn opvolger Hector, de prins van Troje, het ten vecht opnam tegen de opperheld van de Grieken, Achilles, de bijna onsterfelijke Achilles. Hector verloor. Dat duel. En zijn lijk werd door Achilles onteerd door vastgeknoopt te worden achter zijn strijdwagen. Achilles reed er drie keer meer rond de stad. Priamus moest dan met leden ogen aanzien hoe dus het lichaam, het lijk eigenlijk, het levenloze lichaam, dat is nog wat dramatischer, van zijn een van favoriete zonen, werd verminkt en onteerd. Als een bedelaar in de nacht ging Priamus naar het kamp van de Grieken, sloop richting Achilles om te smeken om het lichaam terug te krijgen. Uh, van Hector. Hij kreeg het ook mee terug en uh, kon het dan nog op een eervolle manier in Troje behandelen. Dat hij toch nog naar de onderwereld kon. Troje kwam door het Trojaanse paard ten val. En uh, Priamus is een van de slachtoffers van die oorlog. Maar hij overleeft het niet. Omdat hij door de zoon van Achilles. Die op dat moment al dood was door een pijltje van Paris. Spoiler. Die wordt door de zoon van Achilles. Neoptolemus. Vermoord. Bij de val van Troje. Dus de oude koning will not live another day.